Ik werk heel veel, ik kom daar straks ook nog op terug, op met elektronisch injecteren. En daar is het belangrijk, als je naar hygiënemaatregelen gaat, is dat je ook op een veilige manier kunt werken. Dit werkt nog met de klassieke naalden die je moet opschroeven. Maar het plastic buisje vooraan wat uw capsule inkomt, die zijn steriliseerbaar of in de thermodesinfector, perfect mogelijk. Belangrijk is natuurlijk je toestel. Je toestel stop je best niet in een sterilisator, maar je kunt hoesjes daarvoor, die zitten erbij geleverd, maar natuurlijk ja, moet je die dan bijbestellen, die je dan telkens over het toestel schuift, waardoor het toestel komt natuurlijk niet in de mond, maar dat het risico op kruisbesmetting ook weer helemaal geminimaliseerd wordt. Hè. En de vingersteunen, die zwarte steuntjes, die er ook in voldoende mate bijgeleverd zijn, die zijn ook terug weer steriliseerbaar. Je kunt die ook bijbestellen, zodanig dat je echt wel op een hele veilige en proper manier kunt werken, ook in deze toch wel ja, iets lastigere tijden, waar we toch allemaal met z'n allen wat meer nadruk leggen op steriliteit, hygiëne. En we zouden toch niet, absoluut niet willen hebben dat er problemen opduiken in onze praktijken.